आदमी तो बुरा नहीं होता, दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। Inmiddels 2:05, lieve luisteraars. Dien boere hote he. Alad boere hote he. Admi boere hote he. Een prachtig nummer van Rafi Saab. En met dit nummer beginnen we het gesprek vanmiddag. En mijn gast is meneer Hikmat Mahawad Khan. Bhai Hikmat, meneer Mahawad Khan, goedemiddag. Van harte welkom in de uitzending. Goedemiddag, meneer Kataram. Dag, Bhai Fred. Ja, welkom. We gaan vandaag even inzoomen op de perikelen van de laatste dagen. Hè. En dat gaat met name over toch wel misbruik, individueel dan in groepsverband, van machtige mensen, politici, politiek invloedrijke mensen, die toch wel ten koste van het belang van de kleine man, hè, de burgers, zichzelf aan het verrijken zijn. En zonder enige vorm van gêne zou je dat bijna kunnen zeggen. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, zo kun je het wel vertellen. Maar kijk, en dan gaat het vooral ook de case rondom het zogeheten project. Ja. Maar weet u, dit staat natuurlijk niet op zichzelf. Dit is in een lange reeks van cases waarvan we eigenlijk ons moeten afvragen, is de man die verantwoordelijk is om het land te leiden nog in staat om het land te leiden. Maar daar komen we straks op. Ja. Als we de case Essabakou nemen, kijk, je kan de case op drie niveaus of vanuit drie invalshoeken bekijken. Ja. En we moeten het alle drie even zo meteen de revue laten passeren. Want de emoties zijn natuurlijk verdeeld, ja, afhankelijk van de invalshoek. De eerste vraag is, heeft de minister gehandeld, heeft de minister regels en wetten overtreden, heeft ze correct gehandeld? Dat is één. Twee, bij het uitgeven van die gronden. De tweede dimensie is, hebben de mensen die de gronden die aangevraagd hebben, hadden zij recht op die gronden? En de derde dimensie die toegevoegd wordt door velen, is dat het vooral een bepaalde partij is die dat gehad heeft. Oké. Nu is het zo, dus er zijn drie dimensies, en daar kom ik zo op eigenlijk. Je kan dit ding aanvliegen vanuit de juridische route. Ja. Je zegt van, joh, er zijn wetten en regels overtreden. Maar je kan ook vanuit een moreel-ethische route aanvliegen. Mm-hmm. Recht, en ik weet hoe Surinamers zijn, die houden van, als het hun uitkomt, duiken ze op de laatste letter van regels en wetten. Op de komma zelfs. Maar dat is wanneer het hun uitkomt. Als het niet uitkomt, dan zeggen ze, ja, maar je moet het zus en zo kijken. Recht is heel erg dicht bij ethiek en integriteit. Daar heeft het veel mee te maken. Want daarom zijn er wetten en regels. Er zijn genoeg mensen die niet ethisch handelen, die niet integer zijn. Daarvoor zijn er ook regels gemaakt. Soms wetten, soms procedures, et cetera. Het punt is, iemand kan een enorme crime begaan hebben en nog steeds vrijgesproken worden, omdat er een slimme advocaat was die gewoon een gat in de regels heeft gevonden en zo iemand heeft vrijgepleit. Mm-hmm. Dat neemt niet weg dat iemand niet fout was. Hij heeft geen straf gekregen, maar betekent niet dat hij niet fout was. Die was fout in de ogen van de mensen die een hogere ethiek en hogere integriteit hebben. In de ogen van de mensen die een lage inborst hebben. Ja, die zeggen, ja, nee, ja, maar vrij, ja, next no psa. Ja, dat zegt iets over de inborst van degene die dat zegt. Ja. Dus als je een voorbeeld geeft aan mensen in Mexico, als je naar die films kijkt van El Chapo, dan zie je dat er genoeg Mexicanen zijn. Dankjewel papa Chapo en dankjewel voor La Luz en voor de elektriciteit. Die mensen weten helemaal niet wat voor criminele bende het is. Die zijn maar lang blij. Hun inborst is laag, is anders.
Dus wat ik vandaag wil beogen en betogen is dat je niet altijd alles langs de lat van de wet en de regels moet bekijken. Je moet ook je eigen integriteit en je eigen inborst laten spreken. Ja. Terug naar Sabaku. Ja. Wat je daar ziet is, ten eerste, als de minister fout is geweest, dan is de minister hartstikke fout. En dus regels heeft overtreden bedoel ik. Dan moet zij daarop aangesproken worden en daarvoor bestraft worden. Daar is geen twijfel over mogelijk. En er zijn ook daarvoor scenario's. De president moet optreden. En als de president niet optreedt, kan een burger klacht indienen, zoals dat ook gebeurd is. Komt ja. dadelijk op misschien. Ja. Maar het begint met de president, de baas. Iedereen die ergens werkt, weet dat als je op je werk iets doet wat niet mag, dan is je baas die als eerste optreedt tegen jou. Dames en heren, hoe komt het dat deze baas niet optreedt? Deze baas is toevallig van beroep ook nog politieagent geweest. Dus hij zou het wel sneller en beter moeten weten. Het moet langzaam bij burgers, bij mensen, een lampje gaan branden. Wat is hier aan de hand met deze man eigenlijk? Hoe komt het dat hij het niet ziet, hij niet wil zien, dat hij niet acteert? Dat hij een smoes heeft, een reden, ja, maar dat moet ons niet interesseren. Elke dief heeft een reden, joh. Iedereen die steelt heeft een reden waarom hij steelt. Ja, moeten we daarom zeggen, oké, okay, ja, maar bij een reden, joh, liba maar, joh. Nee, dat is niet relevant. Je optreden, dat is het punt. Oké. Okay. Dus als mevrouw Forswijk regels heeft overtreden, moet ze daarop aangesproken worden, bestraft worden. Het zij door, ten eerste door de president ontslagen worden, ten tweede door een paar ministerie ook nog een juridisch vervolgd worden. Daar is geen twijfel over. Maar we weten allemaal, ik zei net in mijn inleiding, dat er genoeg mensen zijn die grote criminele crimes hebben begaan. Mensen hebben zelfs moorden gepleegd en vrijgepleit. Vanwege vormfouten, vanwege gaten. Dus als mevrouw Forswijk een regel heeft overtreden, dat ja. moet nog bewezen worden allemaal, door de rechter moet het ook vastgesteld worden, dan is er nog altijd een advocaat die misschien haar gaat proberen vrij te pleiten. Stel hypothetisch dat ze voor de rechter komt en dat ze vrij gepleit wordt. En de rechter zegt, ja, niet bewezen, whatever, of wat voor reden, zij wordt niet bestraft. Betekent dat ze correct gehandeld heeft? Nee, betekent nog steeds dat ze fout gehandeld heeft. Ze heeft fout gehandeld in de ogen van mensen die redelijkheid als integriteit als meetlat gebruiken. Van joh, het is not done, het is niet netjes, het is niet goed. En dat heb je of dat heb je niet. Ja. Je kunt, er zijn genoeg mensen die misdaden zien en hun schouder ophalen. Ik heb net met dat voorbeeld van El Chapo gegeven. Die mensen ga je nooit kunnen overtuigen, omdat hun moraliteit laag is. Die denken van ja, minachino een probleem, rechter heeft die vrouw vrijgesproken, zijn geklet. Ja. Maar dat betekent nog niet dat die vrouw niet goed is. Oké, dat is één. Dan degene die grond hebben aangevraagd. U had gisteren iemand in de uitzending. Leo Brunswijk, ja. Ja, meneer Brunswijk. Leo Brunswijk om precies te zijn. Die zei, ik heb aangevraagd en ik heb er recht op. Kijk, ook daar weer, theoretisch, volgens de regels zou die misschien inderdaad, ik kan het niet helemaal beoordelen, recht op hebben. Ja. De vraag moet zijn, moet je het wel willen? Dat is die inborst. Er zijn parlementariërs die dat ook aangevraagd hebben gehad. Ja, en dan is nu gezegd, ja, parlementariërs zijn het ook, mensen die moeten het ook kunnen krijgen. Theoretisch klopt dat ook, joh. Ja. Maar moet je dat wel willen? Als eerste in de rij staan, terwijl er andere armen zijn. Dat verklaart, dames en heren, dat verklaart de kwaliteit van zo'n mens. En dan is eerlijk gezegd, dat is vechten tegen Mirka. Je kunt praten tot je ons weegt. Dit soort mensen zijn zo laggy, op zijn Surinaams gezegd. Daar valt niks te praten. We hebben allemaal in ons leven mensen om ons heen gehad. Niet om ons heen, maar mensen waarmee te maken gehad. Die zo laggy zijn, dat ze gewoon überhaupt niet snappen dat ze laggy zijn. Dat valt met zo iemand niet te praten. Je denkt van, jaren, wij zijn van andere orde, ander niveau, libatorie. Maar ik weet dat je laggy bent. Dus dit soort mensen, als ze daarmee schermen, dan zeggen ze van, joh, illagie,
Er valt niks meer met je te praten. Je hebt wel regels geschonden. Of nee, geen regels geschonden, sorry. Ja. Maar dit had niet gekund. Ja. Maar meneer, de derde invalshoek, laat ik hem maar afvragen. De derde invalshoek is fascinerend. Ja. En daar zit volgens mij veel een emotie. En dat is dat er kennelijk een overgroot deel uit Maron bestaat. En dus wordt de link gelegd aan Abob, dus wordt de link gelegd aan mevrouw Korslijn. En daarvan zeg ik, dat is een hele onterechte opmerking bij veel Surinamers. Dat is zeer onterecht. Het zal wel zo zijn. En weet je, het is overduidelijk. Natuurlijk, mensen, ze kennen hun partijgenoot, mevrouw Korswijk, ze kennen meneer Brunswijk, Ronnie Brunswijk. Dus die mensen hebben waarschijnlijk voorrang gekregen. Niet waarschijnlijk. Waarschijnlijk moet ik zeggen, want ik kan het niet bewijzen. Maar, dames en heren, dit is de kern van het probleem. Toen veel Hindustanen gronden kregen, en die Marons toen niet, want die Marons waren toen allemaal nog in het binnenland of minder op de voorgrond. Toen hadden met name Kriolen veel opmerkingen van koeliertjes, van grond en dat soort dingen. Maar toen vonden de Hindustanen dat niet zo erg. Nu vragen de Marons veel gronden aan. Dan beginnen de Hindustanen te piepen. Dus wat je ziet is, daar waar Kriolen gingen piepen als ze de Hindustanen kregen, beginnen de Hindustanen te piepen omdat de Marons dat krijgen. Dames en heren, dit is een ontwikkeling waar Suriname ook aan moet wennen. Je kan het ook vergelijken met Nederland. Die Marons hebben ook recht. En Surinamers moeten wennen dat de Marons hun plaats verwerven. Je ziet het Brunswijk zeggen eigenlijk. Deels heeft Brunswijk gelijk. Luister, ik ben met heel veel dingen van Brunswijk niet eens. Maar je moet niet alles van Brunswijk op één hoop gooien. En zeggen, die man praat alleen maar bagger. Ja, maar meneer Hiekman, toch wel even ertussen komen, hoor. Ja, alsjeblieft. Ik bedoel, recht hebben. Ik bedoel, er is toch maar één wet. Eén grondwet. Ik bedoel, er is één grondwet met aanpalende wetten en regels. En die wetten gelden toch voor alle Surinamers, niet voor een etnische groepering. Hoezo heeft een groep recht? Ik bedoel, als het gaat om gronduitgifte, dan is er toch wet en regelgeving op dat punt. En dat geldt dat toch voor alle mensen, dat het in het verleden mogelijk, ik weet het niet, fout is gegaan. Rechtvaardigt toch niet dat we diezelfde weg op moeten blijven gaan. U zegt het correct. Dat is ook, als ik het net misschien niet goed heb uitgelegd, dan doe ik het in de herhaling. Dus u zegt het heel correct. Het moet allemaal volgens de regels gaan. Maar ik begon te vertellen dat er soms ook binnen de regels dingen gebeuren, maar ethisch onverantwoord is. Dus die mensen die hebben aangevraagd, die hebben kennelijk volgens de regels aangevraagd. Ik bedoel, Leo Brunswijk dient een aanvraag in en zijn aanvraag belandt meteen met spoed bovenaan. Dat is nog altijd binnen de regel. Iedereen voelt aan zijn water dat het allemaal niet helemaal netjes is, maar het is volgens de regel. Die man krijgt een stempel, die man krijgt een stukje grond. Ja, volgende regels. Maar we voelen dat het allemaal niet netjes is. Dus u heeft gelijk, iedereen heeft recht. Het maakt niet uit wie maar het punt wat je hier ziet, meneer Kazaram, is dat er wordt niet gezegd van ik ben tegen dat zoveel Marons krijgen. Dat wordt niet gezegd. Maar dat is ook typisch Surinaams, toch? Wij hebben in Suriname zeggen wij, we zijn Bromchi Jari, we lomma kandra mandra, uno lomma kandra next. Ja, iedereen heeft een bloedhekel aan elkaar, dus nu speelt de kaart van de Marons eigenlijk ook een beetje. Van Brunswijk trekt zijn eigen mensen voor. Dat speelt op de achtergrond, maar niemand durft het uit te spreken. Ja, maar goed, ik denk dat wij in de discussie die etniciteit even buiten beschouwing moeten laten. Het gaat bij mij hierom. Door meneer Swami Gidhari heeft het treffend verwoord in een reactie. Hij noemt dit collectief criminaliteit. Het is beroving, bestelen van de gemeenschap. Daar waar anderen heel lang moeten wachten op een stuk perceel, hebben mensen die met politieke macht toch wel het voor elkaar gekregen om zonder wettelijke procedures te volgen, om uiteindelijk een stuk grond te bemachtigen. Terwijl anderen dat ook al heel lang willen, maar daartoe niet krijgen en met kinderen bij nog papa thuis wonen, omdat ze dus niet een stuk grond hebben waar ze een huis op kunnen bouwen. Ja, nou heeft het in Suriname, is het zo, dat
de regelgeving bepaald heeft dat bepaalde procedures gevolgd moeten worden. Wanneer de staat, hè, de regering, de staat bij deze de minister van GBB hè, grond wil gaan uitgeven, dat toch wel volgens de wet alle Surinamers in de mogelijkheid moet bieden om daar gelijkwaardig naar een stuk grond te kunnen, een aanvraag kunnen indienen. En dat begint bij het bekendmaking en dat begint bij registratie. Het begint bij het registreren van alle aanvragen. Het begint bij de anderen die ook gevraagd hebben of al lang wachten, mogelijk de ruimte te bieden om bezwaar te maken. Ja, we zien dat die procedure in deze niet behandeld is. Ja, dus kijk, twee dingen. Hè. Niet alleen bij gronden in Suriname, maar overal. Je moet altijd conform wet en regel handelen. Daarover gaan we niet eens onderhandelen, daar gaan we niet eens discussiëren. Dus het moet volgens de wet en regel. Ik begon te vertellen, hè, door vast te stellen dat als de minister buiten de regels en buiten de wetten mee is gehandeld, dan is de minister hartstikke fout. Degene die aangevraagd heeft, die is niet fout. Die heeft een aanvraag ingediend. En als die gekregen heeft, die kan niet helpen, of die kan wel helpen, maar die is niet fout, die heeft aangevraagd, die heeft dat gekregen. Maar volgens de wet is die niet in overtreding, want die heeft dat aangevraagd. Nou ja, de minister zegt dat het in deze om collectieve aanvragen ging. Waardoor deze aanvragen sneller zijn behandeld dan aanvragen die al jaren terug gedaan zijn. Waar komt dat stuk van collectieve aanvragen? Ik zie dat in wet en regelgeving nergens in voorkomen. Ja. Dat collectieve aanvragen ook gedaan kan worden. Dat wil zeggen, collectief wil zeggen in groepsverband. Ja, maar wederom, dus laten we dat ding even splitsen. Ja. De minister is degene die de aanvraag heeft beoordeeld en de gronden heeft toegekend. Ja. Akkoord? Ja. De minister was verantwoordelijk om, wat ik ook begrijp, is dat de gronden verkregen waren, hadden andere doelen en dat soort dingen. Dus iemand moet alle handel en wandel van de minister beoordelen langs twee assen. En dat is, heeft u volgens de regels gaande, heeft u wetten overtreden? Dat is één. Als u dat heeft overtreden, dan zijn er procedures voor impeachment en bestraffen. Voor de rechter slepen. Maar de tweede as, vind ik persoonlijk belangrijker, is kijken naar de ethische code. Van, weet je, is dit wel zuiver wat we doen? Want langs die eerste as van de juridische regel, daarvan zeg je van jongens, luister, dat is in het algemeen in Suriname met meerdere cases eigenlijk misgelopen. En dan zegt iedereen mea culpa en sorry en dat soort dingen. Hier kan het ook zo met de CISR aflopen. En als je langs die as gaat, dan loopt het met de CISR af en dan. Maar dan is nog altijd de ethische kan niet besproken. En nog altijd hebben de mensen die een grond hebben gekregen, die zeggen, ja, zie je, dat was niks nog meer fout. Uchisas animo. Dus het punt is, de vraag is of dat wel ethisch verantwoord is geweest eigenlijk. Nog los van of het juridisch klopt eigenlijk. Nou ja, politieke partijen, met mensen met invloed, die zijn in die positie terechtgekomen dankzij de stem, of het integriteit en ethiek te beoordelen. Hè? Ik bedoel, ten koste waarvan verrijk ik mezelf? Toch, ten koste waarvan verrijk ik mezelf? En hoe komt het dat ik in staat ben mezelf te verrijken? Nou, ten koste van dus die arme man die zijn stem heeft gegeven aan deze lui, hè? Dat zij in die machtspositie zijn gekomen. Waardoor ze macht hebben en men heeft de gronden kunnen krijgen omdat men invloed heeft kunnen aanwenden richting de minister vanwege die positie. Dus op dat punt mag er geen discussie zijn. Maar daar zie je, dus dat is waar ik eigenlijk naartoe wil. Ja. Ik wil illustreren dat Suriname werkelijk zoals Stef Blok het zei, een failstate is. Ja. Het is daar zo. Daarom hamer ik op ethiek en integriteit en inborst. Je kunt langs die wettelijke regels
om te beginnen, die Surinaamse wetten zijn archaïs. De meeste zijn archaïs, joh. De meeste hebben 102 gaten overal. En de bende is daar vrij corrupt. Probeer het langs die assen, dat gaat hem niet worden. Dus als je langs de wet en regels zoekt, dan zoeken ze de lijnen en de mazen op en weg is het vis. Dus je moet die discussie langs de ethische lijnen voeren van jongens, is dit wat we willen? Je ziet het ook, kijk, ik maak even een zijstap, ik kom zo meteen op dit ding terug. Ja. Je ziet het ook met de Italiaanse dollar, in miljarden. Ja, die 2 miljard, 7 miljard. Ja, die 7 miljard. U zegt 2, ik heb het over 7 miljard. Ja. U heeft terecht, 2 plus 5, 7. De regering, ik ben geen jurist, maar ik kan je wel vertellen, ik heb wel een beetje verstand van recht. Het is niet zo dat ik een randdebiel ben, dat ik niet weet. De regering heeft wel degelijk regels overtreden. De vraag is, gaan ze het op hun vingers getikt krijgen? Want als ik vind dat ze regels hebben overtreden, dan kan ik wel 100 vinden. Maar als in Suriname de PG en het Openbaar Ministerie dat niet vindt, ja, dan kan ik kletsen tot ik een ons weet. Nou, en de kans dat de PG en het Openbaar Ministerie daar iets van gaan vinden en gaan doen, is 0,0. Maar iedereen voelt het aan zijn wateren dat het niet klopt. Dus ik ga je vertellen wat niet klopt. Ja, die lening is niet doorgaan. Dat is niet de discussie, meneer de columnist. Maar de discussie gaat. De vraag is, meneer, waar zouden die 7 miljarden vandaan komen? Ja. Dat is overduidelijk, evident, zwart geld, fout geld, crimineel geld. Maakt niet uit van wiens geld het was. Iemand heeft een keer verteld dat het allemaal Surinaams geld was. Het interesseert ons niks. Maar het één ding staat vast, het is geen kosher geld. Punt. Als dat geen kosher geld is, dan is het zo dat de hoogste baas in het land, de regering en de president, de minister van Financiën, ja, zich inlaten in witwasserij. Let op wat ik zeg, hè? Dus daar lijkt het op, hè? Zometeen gaan ze mij voor smaad en proberen te slepen. Ja, maar even, het gaat... Ja, nee, wacht even. Laat me even dit, want ik ga dit verkeerd leven leiden. Ik wil het goed zeggen. Dus het lijkt erop dat hier eigenlijk onzuiver is gehandeld, of laat ik zo zeggen, gehandeld is met onzuiver geld. Ja. Oké, als dat het geval is, als we dat soort dingen goed vinden en wegkijken, keren we terug naar Sabaku, dan zeggen wij, kom op jongens, hoe is het eigenlijk met jullie moraliteit eigenlijk? 7 miljard geld wat riekt en stinkt naar alles. En dan gaan wij over ineens morele verontwaardigd doen over wat ook niet goed is. Maar dan gaan we zeggen, ja, maar dat kan niet en dit kan niet. Ja, dan denken de ABOP'ers, maar ja, hoezo met 2 maten meten? Dit is eigenlijk het probleem. Dus daarom zeg ik, je moet het langs de moraliteit dit soort gesprekken voeren. En niet langs de wetten en regels. Want bij de Italiaanse situatie, in Nederland kan ik je al vertellen dat er bij Bosjes ministers waren afgetreden. En misschien zelfs de hele regering was gevallen. Omdat het niet kan. Dus bij Suriname zeggen ze, next fout, uno do next fout. Dus geen enkel wet, want de lening was niet afgesloten. Ik denk dat er vanuit de normale praktijken, ik ken de Surinaamse wetten niet, maar in elk fatsoenlijk land zouden mensen al vervolgd worden. Van, u was kennelijk bezig met witwassen. Dan moet u maar gaan bewijzen dat het geen witwassen was. En vertelt u mij waarom het niet was. Oh ja, dat was 7 miljard uit een Sinterklaasdoosje. Nou, gelooft u erin? Nee, weet je? Dat is wat ik wil zeggen, meneer Kastelaar. Nee, ik ben helemaal mee. Ik ben met u eens. Hè. Die kwestie rondom de Italianen, daar kunnen ze wel goed praten. Dat er een MOU was en dat die lening niet door is gegaan. Maar bij mij gaat het ook om de procedure. Hè, om te komen tot een MOU en het afgeven van een bankgarantie. Nota bene door de minister van Financiën op brievenhoofd. Dan wel namens de centrale bank is al natuurlijk een foute boel. Maar dat niemand in het land, geen parlement, niet ministerraad, niemand heeft geweten over dat er een dergelijke transactie gaande was.
Ja, dat is een foute boel. En dan kunnen ze achteraf zeggen, ja, maar die lening is niet... Nee, dat is niet interessant. Het gaat erom dat je bezig was op een sneaky wijze, genieperig, in het geheim, een deal te sluiten over een lening waarvan we niet weten van waar het tsunami naartoe zou brengen. Maar weet u, ja? U heeft al die punten heeft u gelijk. Maar waar we de zaak moeten versimpelen, om ervoor te zorgen dat ze niet wegrennen. Kijk, als je meerdere punten aanhaalt, dan leiden ze de discussie aan. Ik heb maar één punt. Vertelt u mij, wist u waar het geld vandaan komt? Alleen maar één vraag. Vertelt u mij of u wist waar de 7 miljard vandaan zou komen? En als het antwoord is, nee, ik hoef niet te weten, dan zeg ik, ja, u moet het wel weten. 7 miljard, 0,5% rente, daar moet een bel in uw hoofd rinkelen, want u heeft die plicht om dat zich te vergewissen of dit wel zuiver is. Ik heb een keer in uw uitzending verteld, als u morgen een Mercedes-Benz voor 1000 euro, brand new Mercedes-Benz voor 1000 euro aangeboden krijgt, dan weet u dat u aan heling meedoet eigenlijk. Ja. Gestolen Mercedes is. Terug. Dus het punt is, gewoon één vraag. Vertelt u mij, wist u waar die 7 miljard vandaan zou komen? Meer wil ik niet weten. Meer discussie ga ik met u niet eens voeren of u het land, het volk, het parlement had ingelicht. Daar komen we later op. We beginnen echt met deze ene vraag. En omdat u die ene vraag niet goed kan beantwoorden, begint al de verdenking dat u meer op uw kerfstok heeft dan u ons wil doen geloven. Terug naar Sabaku. Dus hier zie je ook dat de minister, als die minister regels heeft overtreden, dan wordt ze enzovoort. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Nu komen we terug bij waar het om gaat. Is wat het tweede deel van mijn statement was. Dit is de rode draad wat je bij Santoki ziet. Hij kijkt elke keer weg bij alles. Dus ook hier zegt hij, ja, voorlopig mogen DNA-leden niet aanvragen. Maar meneer Santoki, dat is deel 2. Deel 1 is, begint u ons te vertellen of u vindt of mevrouw Forswijk buiten de regels heeft gehandeld. Dat kan niet moeilijk zijn, dat kan heel snel vastgesteld worden. Oké, u heeft de commissie nodig, doe dat. Vertel ook dat u dat ook onderzoek gaat doen. Maar dat zegt hij niet. Voorlopig wil hij alle documenten krijgen van wie, let op, wie allemaal grond heeft gehad. Maar dat is toch niet het probleem, wie allemaal gehad heeft. Het probleem is dat mevrouw Forswijk volgens de regels heeft gehandeld. Dus u hoeft niet de namen op te vragen en in het parlement de namen te delen. Dat is niet relevant. Dat, dat doet de Telegraaf en dat de Boulevard TV eigenlijk. Maar niet u. U moet kijken of er richtig volgens de regels gehandeld is. Dus hij leidt weer de aandacht af. Ik ga de namen aan het parlement geven. Dat is niet het probleem eigenlijk. Stel dat meneer Leeuw Brunswijk werkelijk gehad heeft. Volgens mij heeft hij het niet ontkend. Dus heeft het ook gehad. Ja. En dan wat. Next of all eraf in. Ja. Dus het punt is dat je ziet dat Santoki wederom zand in de ogen van iedereen strooit alsof hij handelt, maar hij handelt met een dode mus en een lege doos, joh. Dat was bij de Jeruzalem kwestie ook, dat was met Italiaanse miljarden ook, dat was met HPSG ook, enzovoort. En ga zo maar door, joh. Hij probeert elke keer de discussie af te leiden. En, daar kom ik straks op, hij probeert af te leiden en hij wordt daarin geholpen door zijn Futu Boys, die de discussie ook de andere kant voeren, waardoor hij eigenlijk uit de wind gehouden wordt. En dan los je geen enkel probleem op eigenlijk in het land, want de hoogste baas die moet acteren. Kijk, meneer Kateran, u en ik kunnen elke dag hier om 5 uur een uurtje lang de boel doornemen, totdat wij een keer moe worden en denken van, ja, libatori. Maar degene die moet handelen is de president. Ja. En die man, of hij ziet het probleem niet. Nou, dat geloof ik niet, hij ziet het. Maar hij wil niet handelen. En waarom wil hij niet handelen? Waarom wil hij niet handelen? Juist. Of kan hij niet handelen? Hij kan handelen. Ja. Maar hij wil niet handelen, omdat die stoel hem veel heiliger is dan het land. Ja. En die stoel is veel heiliger, want hij denkt, als ik ga handelen, dan valt die regering, ja, dan ben ik president af en dan kom ik nooit meer terug. En kijk, en nu kom ik op een tweede deel van het verhaal, is wat wij nu, kijk, we kunnen van case tot case gaan, maar wat wij ook zien, dames en heren, is er is een, je hoort
iedereen roepen, nou niet iedereen, ik moet het goed zeggen, je hoort veel van de Santoki fan, en ik noem ze, en er zijn ook een paar van die Futu Boys, die roepen nooit meer NDP, nooit meer Boutersen, nooit meer tralala en meer van dat soort dingen. Luister, de enige goede waarborg is om nooit meer situaties te hebben als de vorige regering. Ik zeg situaties, ik zeg niet de vorige NDP, ik zeg dat bewust, maar het gaat om de situatie. Als je die vorige situatie niet wil hebben, en daar was NDP dan verantwoordelijk partij, dan moet je nu zodanig beleid voeren dat niemand in het land ooit de behoefte heeft om terug te gaan naar die vorige situatie. Ik herhaal het nog een keer. Voer beleid zodat niemand de behoefte heeft om terug te gaan naar de NDP of naar de vorige regering of weet je. Die behoefte is er niet, want ze denken van, yes, this is it. Ja, dit is hem, dit is geweldig. Dus voer zo'n beleid. Want, let op dames en heren, die vorige regering is afgestraft. Santoki heeft 20 zetels gekregen. Als hij nou geweldig beleid voert, dan heeft hij minimaal 20 volgende keer en zelfs meer. Maar de enige reden waarom het spookbeeld van ja, de vorige regering, terugkijken. En we moeten de NDP nooit meer terug hebben. En we moeten Boutersen niet hebben. De enige reden waarom dat gezegd wordt, is omdat je nu faalt om beleid te voeren. Ja. Het lukt jou niet om überhaupt iets te doen. En dus ben je bang dat je over 2-3 jaar, als er verkiezingen zijn, dat die vorige regering alsnog, de vorige partij dan, alsnog gaat winnen. Want als je hoeft niet bang te zijn. Als je geweldig beleid voert, hoef je niet bang te zijn. Daar kom je met 2 vingers in de neus binnen. Maar het is de angst dat je gaat verliezen. En waar komt die angst vandaan? Omdat je hier en nu faalt. En het falen heeft niks te maken met die schuldenberg die je hebt meegenomen. Als je daar vanaf dag 1 transparant in was geweest, mooi keurig overzicht, parkeeramonie, oké, dit is het schuldenbakje van ons, mooi zo, usabatori. Maar daarnaast doe je alles netjes en goed. En je hebt een warme interactie met je samenleving. Santoki wordt aangesproken, vooral op al die fouten en al die cases die voorbij vliegen. Surfing, HPSG, dit, dat. Al die, daar wordt hij aangesproken. Dat is zijn manco nu. Dus hij moet gaan optreden. En het feit dat hij niet optreedt, dat is de prijs die hij gaat betalen. Maar goed, dat zien we dan. We zullen dan zien. Maar de angst dat hij heeft, dat hij gaat verliezen, komt voort uit zijn eigen falen nu en dan wendt hij elke keer op de NDP. Kijk, ik heb ook gezegd, je kijkt terug op NDP, je kijkt terug naar die vorige regering, omdat je wil voorkomen dat we dat niet weer terugkrijgen. Dames en heren, wat willen wij niet terug? Wij willen niet dat er veel schulden gemaakt worden. Dus moeten we iets regelen in ons systeem dat er niet à la dol geleend kan worden. Oké, okay. Dat heeft Santoki niet in place. Het schuldenplafond is ook losgelaten, Mieren. Dus ja, wat voor regels heeft hij nou gecreëerd? Next up. Er zijn genoeg mensen die een trauma hebben overgehouden dat de democratie onder druk stond onder de vorige regering. Dan wel onder Boutersen, laten we man en paard noemen. Maar dames en heren, hier en nu in Suriname staat de democratie ook onder druk. Ja, u, de fanclub ervaart het niet, maar de rest wel. Iedereen is bang om iets te spreken. Het feit dat wij hier in Nederland dit spreken met Kataram, dat komt omdat wij in Nederland wonen. Misschien als wij allebei in Suriname waren, waren de handlangers van Santoki bij ons langsgekomen met een bevel om ons mee te nemen. Ik ken iemand in Nederland, om even een zijstapje te nemen, die werd lastiggevallen door de Santoki fanclub. Van die man zijn ze eigenlijk, de Santoki fanclub is zelfs bij de Belastingdienst gaan neuzelen in die man zijn achtergrond. Nou, gelukkig
die man de Belastingdienst kunnen aanspreken. En er is een onderzoek naar die fanclub van Santokki. Dus die krijgen nog de rekening gepresenteerd. Dus zo ver gaan ze met intimidatie. Niet voor niks, hebben de CARICOM-staatshoofden, nu in Suriname, een briefje gekregen. Van luister, onze rechtsstaat wordt hier vertrapt eigenlijk. Nou, journalisten worden onder druk gezet. Mensen worden geïntimideerd. Meer van dat soort dingen. Advocaten, dus dames en heren, mevrouw, nee. Heeft men daarvan geleerd? Nee, men heeft niet geleerd van de vorige regering. Als het gaat om dat er erop los vrienden waren benoemd in de tijd van de NDP. Ja, heeft men, oké, je kijkt terug, prima. Dan heb je toch van geleerd. Dan moet je nu een systeem inbouwen dat het niet gebeurt. Nee, niet van geleerd. Dus kortom, waarom kijk je elke keer terug, joh? Want je kijkt terug en je introduceert geen enkel spelregel, geen enkel wet, geen enkel mechaniek om dit te voorkomen. Conclusie, je kijkt alleen maar terug om af te geven, ten eigen baten. Om jezelf te profileren. Dat lag je ook toe. Want meestal zei je, Lukonomie weer wat mooi krossie, omdat Astrama brokko krossie. Dat is wat je aan het doen bent. Lukonomie jou wat mooi wagi, want die andere heeft een kapotte wagen. Dat is een beetje lagie gedrag, maar oké, zwaar. Dat is dat, als dat de inbos is, dat is de inbos. Ja. Maar even terug naar die case rondom Sebakou, heer Hikmat. We hebben dus in Nederland, dacht ik, gevestigd. Of ik weet niet of het in Nederland of in Suriname gevestigd is. Ik dacht even kijken, in Suriname, de Morgenstond, Kleefje. Is een stichting, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Die heeft juridisch de zaak scherp op papier kunnen zetten. En die stichting heeft de advocaat, mevrouw Gail Sitaram, benaderd om de PG te vragen. Onderzoek te doen naar de minister van GBB. Over of ze wet en regels overtreden heeft. En zij zijn van mening dat de minister wel wetten en regels overtreden heeft. En eigenlijk dus in de fout is. Op basis van decreet, grondbeleid en op basis van de anticorruptiewet. Zou de minister eigenlijk toch wel vervolgd moeten worden. Als ik de brief van mevrouw Geel goed begrepen heb. Als deze mevrouw en de stichting in staat is geweest in een korte tijd toch wel op een rij te krijgen dat hier onoorbaar gehandeld is in strijd met wet en regelgeving, dan zou meneer Santokki toch ook in 24 uur tijd met zijn deskundige adviseurs dit A4'tje kunnen leveren en dan daarop kunnen handelen. U zegt het perfect zoals het gezegd moet worden, meneer Kartaram. Ja. En hij, kijk, en daarom zei ik ook, het is toch vreemd dat de president met een verhaal komt van, ja, ik ga alles opvragen, maar niet met dit verhaal. Dit is dus die rode draad waar ik het over heb, eigenlijk, dat de man in het land continu over iets anders praat. Laat ik erbij zeggen dat ik het geweldig vind dat er zo'n stichting is. Ja. Ik vind het geweldig dat die stichting dit doet. Wat ik geweldiger zou vinden, is dat die stichting, en heb ik meerdere cases aan het bespreekbaar maakt. Niet alleen cases die juridisch fout zitten, maar ook ethisch verontwaardiging moet uitspreken. Want diezelfde stichting heeft bijvoorbeeld nu uitgesproken, zeer terecht trouwens, dat de intimidatie die Ronnie Brunswijk heeft gedaan richting Constitutioneel Hof en mevrouw Essen, ja, onacceptabel is. Nou, dus die stichting, dat is wel heel goed. Maar de mensen achter die stichting, bijvoorbeeld in de case van de Italiaanse miljarden, die vonden niks nog fout, want die lening is niet doorgegaan. Niks nog fout. Dus dan begint bij mij een lampje te branden. Van jongen, wat is hier aan de hand? Is dit ook een groep die selectief bezig is? Dus die verontwaardiging, dat lampje gaat in mijn oog branden. Dat hier ook een selectieve verontwaardiging plaatsvindt eigenlijk. Gaat het kennelijk. Dus nu spreken ze uit richting meneer Brunswijk. En ze spreken ook vooral ook richting de minister van ABO. Ja. Maar even, ik herhaal het nog een keer. In beide cases is het heel goed dat die stichting uitspreekt. Dus dat is goed. Alleen de mensen achter de stichting moeten zich vergewissen dat
de lezers, luisteraars en observers, observanten, denken van, nee, maar Salatorija, hier is er sprake van zo'n selectieve verontwaardiging. Ja. Kijk, ik heb gelezen bijvoorbeeld dat... Nou zegt u wat over die stichting, ze hebben nou iets gedaan... En dat zegt u, dat is niet voldoende. Even luister naar mij. Laten we bijvoorbeeld New Surfen en HPSG even oppakken. Welke gronden zouden ze daar moeten aanvoeren om een zaak daartegen te kunnen beginnen? Ja, kijk, ik ga zo antwoord geven. Hè, ik wil gezegd hebben dat het goed is dat die stichting de cases oppakt. Hè, dus daar geen misverstand over. Oké. Ik zei ook, die stichting heeft in één case een juridisch standpunt ingenomen tegen mevrouw Vorswijk. En tegen de bedreiging van door Brunswijk hebben zij een moreel standpunt ingenomen. Dan vinden ze dat het niet acceptabel is. Ja. Terug, dat betekent dat die stichting er genoeg andere cases heeft om ook zo frontaal moreel te beginnen... morele verantwoordiging te tonen. Dus in het case van Italië hadden ze ook dat moeten doen. In de case van HPSG hadden ze dat moeten doen. In de case van Surfen hadden ze moeten doen. In de case van enzovoort enzovoort. Nou, terug, dan zijn er juridische gronden als het om HPSG gaat en New Surfen. Kijk, ik ben geen jurist natuurlijk. Ik hoor ze al zeggen, ja, die kerel is geen jurist, dus laat hij zich niet mee bemoeien. Maar één ding staat vast. Eén overtreding is al één te veel. Ja. De minister Ramdin, heeft zelf onomwonden gezegd, ja, we hebben de energiewet overtreden. Ja. Er zijn mensen, de NDP heeft een aanklacht, de PG gevraagd voor onderzoek naar overtreding van meerdere wetten en regels. Ja. Nou goed, daarvan kunnen ze zeggen, ja, maar die wetten zijn niet overtreden. Maar goed, daarvoor heeft NDP juist gezegd tegen de PG, onderzoek die. Maar op zijn minst één wet is overtreden. Op zijn minst eentje. En dat is de energiewet, want daarvan heeft Ramdin zelf gezegd dat we die hebben overtreden. Ja. Dus dan zie je hier dat daar iets is overtreden en iedereen stapt vrolijk verder. En weet u, de vraag is of we in de HPSG-case Suriname nog meer schade heeft opgelopen. We kosten gemaakt, et cetera, et cetera. Er is nooit vastgesteld hoeveel geld er door de goot is gegaan. En misschien nog zal komen, maar laten we dat parkeren. Maar is gegaan. In de case van die gronden, nogmaals, ik pleit het niet goed. Hè? Maar je ziet ook van, oké, Vorswijk heeft één wet overtreden. Misschien twee wetten. Maar twee is even erg als één, hoor. Maakt niet uit. Dus Ramdin en zijn collega's hebben toen een wet overtreden. Nou, daar zie je dat die aanklacht niet ingediend is door niemand. Ja. Die stichting bestond al. Die stichting is opgericht in 2020. Dus ik ben een beetje verbaasd dat die stichting toen niet is opgestaan. En misschien heeft de stichting dan toen niet opgelegd dat één wet is overtreden. Weet ik niet. Ja. Misschien hebben ze gedacht van, nee, het zijn mensen die op mij lijken. Ik zeg het niet, maar ik denk dan, misschien is dat de reden. Of misschien waren de VAP-mensen. Wat is de reden waarom die stichting toen niet heeft gehandeld eigenlijk? Ja. Of vindt de stichting dat de energiewet niet is overtreden? Nou ja, dan is dat heel curieus, want als Ramdin zelf zegt, we hebben die overtreden, dan zou ik zeggen, ja, het is overtreden, dus wat voor maatregelen gaan we treffen? En ik ben blij met de aanklacht richting Vorswijk. Weet u wat er gaat gebeuren? Allah takru tjama boosani. We gaan kijken met welke voortvarendheid deze procureur-generaal deze zaak oppakt. En dan gaat ik weet wel zeker dat meneer Parmeester hoog in de boom gaat klimmen. Door te zeggen, of hoog in de pen gaat klimmen, sorry. Door te zeggen, oké, Van Wakker, ik had al een tijd geleden een aanvraag ingediend voor onderzoek. Die heeft u niet opgepakt. En deze pakt u met voortvarendheid 5 jaar. Ja. Dus ik hoop niet dat die PG die fout maakt. Ja. Maar ik hoop wel dat de stichting in de rebound wel gaan nadenken van, misschien hebben we daar iets laten liggen, en dan kunnen we in de rebound nog een keer een klacht indienen. Ja, maar u zegt, ik ken de motieven niet. Ja, u zegt eigenlijk dat de noodzaak en de redenen om
een aangifte te doen bij de PG door de stichting. In casu Sabaku, dat bij HPSG evident aanwezig was. En dat er tenminste een wet overtreden was, dat is de energiewet, dat die stichting dat zou kunnen aanwenden toen, als die inderdaad vindt dat zaken toch wel richtig moeten verlopen, en dat die door de betreffende instantie, lees Openbaar Ministerie, opgepakt, onderzocht en beoordeeld moet worden, dat die stichting in dat geval ook een case bij het OM had moeten neerleggen. Dat zegt u. Kijk, en daar hadden zij wel op zijn minst ook vanuit de stichting de PG moeten vragen van hier is een wet overtreden. Ja. En let op, Suriname wordt benadeeld. Ja. Let op wat ik zeg, Suriname wordt benadeeld. Bij Sabaku is het zo, Suriname wordt niet benadeeld. Je kunt ook zeggen, een paar andere arme mensen zijn benadeeld, maar er zijn een groep andere mensen die mensen... 12 miljoen is betaald voor dat stuk grond. Maar luister, dat stukje grond zal ooit of het nou door aan Jan of aan Piet wordt gegeven. Ja, hij wordt wel aan iemand gegeven. Nee, maar goed, toch de gemeenschap wordt daarin benadeeld, hè? Laten we even zeggen. Even één stap terug. Ja, het is 12 miljoen betaald, maar het zou aan Jan of aan Piet gegeven worden. Ja. Maar vooral arme mensen. Laten we dan, hè? En wat verschil met HPSG, hè? Nee, daar kom ik zo op. Ja. Dus het stukje grond is nu aan Piet gegeven, die minder arm is dan Jan. Ja. Maar het is nog altijd aan iemand gegeven. Het is niet aan het buitenland gegeven. In de case van HPSG is het zo dat het land benadeeld is. We hebben schulden of kosten gemaakt. Ja. Ik zie de Denen niet terugkomen met liabilities. Maar Suriname heeft kosten gemaakt. De kosten zijn door de goot gegaan. Al is het een ton, al is het een half miljoen, al is het een miljoen. Dus bij Sabaku is er 12 miljoen voor betaald. Maar dan zou dat... Suriname zou toch iets met die gronden doen? Zou toch daar niet in een doos opgeslagen liggen? Nee, toch? Die zou aan iemand gegeven worden. Dus het probleem zit niet dat die aan iemand gegeven is. Het probleem zit hem in, is dat we vinden dat een paar minder arme mensen, mensen die het wel kunnen zich wel iets kunnen permitteren, hebben gehad. Dus in de criteria zouden zij daar niet vooraan staan. Maar laten we wel wezen, dat is niet de issue. Ik persoonlijk vind dat niet de issue. Ik vind het wel moreel verwerpelijk, dames en heren. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Moreel verwerpelijk dat mensen die niet behoeftig zijn... grond krijgen. Een stukje grond hebben gehad. Ja. Mensen die behoeftig zijn, die hadden het moeten krijgen. Dus ik vind dat moreel verwerpelijk. Maar een stukje grond is niet verloren gegaan. Duidelijk. Dus terug. Ja. Maar kijk, Ramdien heeft het zelf gezegd. Ja. Dat zij dus die wet hebben overtreden. Maar even de kern van het verhaal, meneer Kartaram, is dit. Of het nou Sabaku is, of het nou HPSG is, of maakt niet uit, Italiaanse dollar, miljarden zijn. De kern is, Tantoki is degene die verantwoordelijk is. Yeah. En ik kan moeilijk de portier aanspreken. Dus ik weet dat er genoeg mensen zijn die zeggen, ja, die man die zit op Tantoki te hameren en Tantoki te haten. Ik ken, dames en heren, ik wil dit gezegd hebben. Ik ken meneer Tantoki totaal niet. Ik weet niet eens, ik heb hem nooit gesproken. Hij kent mij totaal niet. Hij weet niet eens over mijn bestaan. Hij, als ooit iemand zegt van, joh, die kerel praat zo over je, zegt hij, wie is hij? Ik heb hem, bestaat niet. Dus dat is het punt niet. Ik ken hem voorheen niet. Wat ik nu bespreek is zijn rol die hij vervult. En daar heb ik kritiek op. En niet omdat ik iets... tegen het, maar ik heb kritiek op de manier waarop het land geleid wordt door hem, met zeker de dingen waarvan ik zou zeggen, joh, die man is verantwoordelijk en hij moet acteren en hij acteert niet en hij houdt de boel voor de gek en gooit zand in de ogen. En het vervelende van alles is,
vervelende van alles is dat er zoveel footboys om hem heen draaien. Wat bedoel je met footboys? Want dat voor de duidelijkheid. Ja, het zijn mensen die, ja. Als ik het netjes wil uitdrukken, het zijn Santoki fanclub. Ja. Het zijn mensen die hem eigenlijk namens hem, voor hem en uit adoratie voor hem, om wat voor motieven dan ook, voor hem opnemen en hem uit de wind houden. Mensen die hem adoreren, zegt u dat? Ja, ja. Het zijn mensen die... Nee, er zijn verschillende. Sommige mensen worden door hem betaald, sommige misschien door hem betaald, laat ik het maar dat woordje misschien bij zeggen. Sommige mensen staan bij hun in dienst, anderen zijn proberen witte voetjes te maken, anderen proberen hem enzovoort. Ja. En sommigen adoreren hem eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Maar weet je, het punt is, als je aan de voorkant weet dat iemand hem adoreert, en ik heb die discussie met meneer Makka bijvoorbeeld persoonlijk gevoerd. We hebben een gesprek gevoerd, ik heb hem ook op de man gezet, dus hij gaat het mij niet kwalijk nemen dat ik het nu zeg, is hij, van hem weet ik, alles wat hij zegt, weet ik dat hij gewoon een mattie is van Santoki, en hij zegt dat openlijk, ik bedoel dat hij Santoki is, een mattie is en helpt de mensen. Dus als Makka zegt, als Robbie Makka zegt, Santoki is geweldig bezig, dames en heren, dan weten we van ja, dat is een vriend, natuurlijk gaat hij zijn goed bezig, maar iedereen weet dat hij niet goed, dat meneer Santoki niet goed bezig is. Maar als anderen zogenaamd neutraal spelen, daar heb ik moeite mee, zogenaamd neutraal spelen. En wat bedoel je, anderen, en voor de luisteraar, voor mij ook, om een beeld te krijgen, anderen die zogenaamd neutraal spelen, waar denk je dan aan? Ja, daar denk ik aan verschillende mensen die regelmatig stukken schrijven. Het zij opinie, het zij op Facebook, het zij op de radio klimmen, journalisten, columnisten. Er zijn er genoeg van, joh, die het zogenaamd neutraal zijn, maar ondertussen hebben ze een verkapte agenda. En dat is, vind ik zelf, heel erg lelijk. Ik noem dat gevaarlijk, maar het is eigenlijk lelijk, want die houden mensen voor de gek. Wat je doet is, een luisteraar, een lezer die denkt, die man schrijft iets zinnigs. Maar ondertussen is het bedoeld eigenlijk om je af te leiden. Ondertussen is het bedoeld om jouw zand in de ogen te gooien. Ja. Om zijn mappie Santoki uit de wind te houden. En dat is link. Als de lezer had geweten, dat is een mappie van Santoki. Ja, dan lees ik dat artikel heel anders. Dat is het gevaar. Ja. En u zegt van, er zijn mensen in de publieke opinie die daar een rol vervullen, die selectief lees issues aankaarten en dan die selectiviteit zit in voorkeur, in sympathie. Afhankelijk van waar ze staan, zal de inhoud bepaald worden van wat ze schrijven? Dat klopt. Je ziet ook dat ze duidelijk op de discussie een andere richting opsturen. Ik kan een voorbeeld geven wat ik daarmee bedoel. Yeah. Op het moment dat de Italiaanse miljarden discussie loskwam, de discussie is niet of de deal wel door is niet gegaan of de lening is doorgegaan of niet. Daar moet de discussie niet over gaan. De discussie moet gaan, wist je wel dat het waar het geld vandaan kwam? Maar op het moment dat iemand de discussie opstart door te zeggen, de lening is niet doorgegaan, dus wat is het probleem? Er is helemaal geen probleem. Dan denk ik van, weet je, dan ben je bewust de discussie aan het verleggen naar iets wat niet, misschien niet zo relevant is. Dat kan, in de relevantie komt die helemaal onderaan. In de relevantie is, waar kwamen die 7 miljard vandaan, joh? Wist je dat wel? En wie was die Italiaan? En waarom is hij niet doorgegaan? Welke kink kwam in die kabel? Ja. Want, maar heeft men met die opstelling eigenlijk dat onderwerp onder de pet willen houden? Discussie willen doodmaken? Dat klopt. Ja. De discussie vooral doodmaken. Ja. Want je ziet ook wat er gebeurt. Hè? Ja. Santoki denkt dat hij in het Engels gezegd off the hook is. Dus die story klaar. We hebben gezegd, de deal is niet doorgaan. Klaar, was een backup plan. Klaar. En mijn footboys nemen het van mij over. Die houden het volk bezig. Kijk, als je 20 artikelen eroverheen jaagt, dan is dat eerste artikel allang vergeten. Mensen vergeten snel, hè. Dus op die manier voert men elke keer de verkeerde discussie. Neem nou Jeruzalem.
Tantoki heeft 4 weken lang zijn mond gehouden. Om pas na 4 weken te vertellen. Ja, we hebben niet residerend ambassadeur en we hebben geen geld. Ik denk, man, dit had je op dag 1 kunnen zeggen. Dat was alle, om te beginnen, dat was heel veel ruis weggenomen. Ja. Maar ten tweede, de hoofdreden heb je nog steeds niet weggenomen. Door klaarheid te scheppen. Klaarheid te geven. Of er überhaupt een ambassade in Jeruzalem gaat komen. Santokje had moeten zeggen, luister. Als wij een ambassade ooit in Israël openen, zal het in Tel Aviv gaan. Dat had hij moeten zeggen. Maar dat zegt hij niet. Maar, dus hij denkt dat hij off the hook is. Hè? En ik zou eerlijk zeggen, ik denk dat heel veel Surinamers, iedereen weet waar ik sta, ik maak er geen geheim van. Ik vind dat de moslimorganisatie Surinamers tampij hadden moeten maken, hebben ze niet gemaakt. En ik neem zo kwalijk en jullie mogen rustig weten. Het is niet zo dat ik alleen... Ik zou de moslimorganisatie beschermen. Mooi niet. Ik zeg ook dat ze boter op hun hoofd hebben. Ze laten zich ook omkopen. Ook voor een bordje linzensoep. Om een beetje status en een beetje positie. En u mag iedereen mag rustig weten. Ik heb een aantal mensen 1-op-1 aangeschreven. En gezegd dat ik, wat ik van hun integriteit vind. Dus het is niet zo dat ik alleen maar... meneer Santokki op de korrel neemt. Ik vind dat wat ik observeer, dat wil ik teruggeven. En als iemand niet met mij eens is, moet hij zeggen, joh, luister, dat punt, daar ben ik niet mee eens om die en die reden. Maar ga niet zeggen, joh, dat mijn snor niet goed is en dat ik dit of dat ben, want dat is niet relevant. Dus terug naar het punt is dat Santokki kennelijk elke keer wegkomt met het feit dat hij makkelijk tegen iedereen kan zeggen, joh, geeft een afleidingsdiscussie en zijn Futu Boys nemen het vandaar over. Dus, en dus verbetert niks. Je ziet het ook, hè? Niks verbetert bij hem. Hij kwam een jaar geleden in Nederland, vertelde hij bij College Tour, dat hij het vervelend vond van die friends en familie. Dat had hij een jaar eerder vervelend moeten vinden. Maar goed, oké. Okay. Dan zegt hij een jaar later, ik vind het vervelend, we gaan er iets mee doen. Een jaar later is niks veranderd. Hij blijft gewoon doorgaan met die dingen. Dus dames en heren, alles goed vinden en hem helpen om weg te komen, daarmee help je Suriname niet. Ja, daarmee help je VAP wel, daarmee help je Santokki wel. Ja, dat klopt. Dus als dat uw doel is, ja oké, okay, dan bent u geslaagd en dan zou ik zeggen gefeliciteerd en heel veel succes. Als u de pretentie heeft dat u Suriname aan het helpen bent, ja dan ga ik met u in discussie en zeggen, nee, u bent hier niet voor Suriname, kom niemand voor de gek houden, u bent hier voor de VAP, u bent hier voor meneer Santokki. En daarin slaagt u wel. En dat is het punt waar wij die discussie moeten voeren. En tenslotte... Ik denk dat het goed is dat die stichting de aanklacht indient. Ik ben benieuwd of de vaart waarin dit gaat loskomen, we zullen zien. Maar ik vraag me ook af eigenlijk of die stichting, want ik hoop dat de mensen van de stichting dit ook meekrijgen, of die stichting in diezelfde vaart ook Santokki gaat bespreken. En eigenlijk is de vraag, ik ben geen jurist, maar ik zou aan een jurist dit willen voorleggen. Is niet, ben jij als leider soms niet medeverantwoordelijk en nou ja, of je dan niet medeplichtig wordt? Ik bedoel, het is een beetje vergezocht misschien. Maar daar moet naar gekeken worden van hoe zit het ermee eigenlijk? Wie is medeverantwoordelijk? En... Nou, dan zou de baas, meneer Santokki. Ja. Ik bedoel, luister, als jij en als jouw team regels aan het overtreden. Klopt. En jij bent de eindverantwoordelijke. Ja, ben je altijd verantwoordelijk. Dus je bent verantwoordelijk, je hebt het zelf niet gedaan. Ja. Maar er zijn gevallen waar Santokki vanaf is. Er zijn gevallen, niet dit, maar er zijn gevallen waar Santokki wel vanaf is. Wel betrokken was. De Italiaanse bedoel je daarmee HPSG en de Italiaanse zaak, dat je dat wist? Dat klopt, de Italiaanse dollars, daar was Santokki evident bij betrokken. Evident bij betrokken. Ja, want die brief was getekend vanuit het kabinet van de president. Hè? Correct. Het kabinet, dus, maar goed, Santokki heeft geen enkel keer gezegd, ik ga me niet gewoest. Ja. Dus ik spreek uit wat ik observeer. Ik wil morgen gaan zeggen, ja, Santokki, maar dan moet hij maar bewijzen dat hij het niet wist.
Maar Sadok heeft er geen enkel keer gezegd, ik heb er niet gewoest, ik wist van niks. Niet bij HPSG, niet bij de Italiaanse miljarden. Nu bij de gronden, bij Sabaku kan hij zeggen, ja, ik heb het niet geweten. Maar ook hier zie je, als je niet geweten hebt, meneer, maar zijn regels overtreden, dan moet je optreden. En niet zeggen, ik ga dat lijstje opvragen en naar het parlement sturen. Want dat is niet het punt. Ja, de voortvarendheid ontbreekt in hem, hè? Dat nee, het gaat niet alleen om voortvarendheid bij. Er is iets anders. Ja. Je hebt twee dingen. Voortvarendheid en acteren naar ethiek. Ik heb het niet eens over recht, joh, naar ethiek. Kijk, je vrouw benoemen ergens is volgens... Er is geen enkel wet overtreden. Maar als je in je hoofd niet eens... Luister, als jouw moreel kompas niet tegen jou zegt van... Dit is anokam. Ja. Dan heeft praten bijna geen zin meer. Ik heb het ergens in het gesprek eerder gezegd. Ja. Luister, als iemand zoiets niet snapt, dan beter je onotakieren. Want dat is verschil van ethiek, verschil van niveau qua ethiek. Dat is ook onotakatorie, want dat gaat hem niet worden. Dus als jij zelf niet snapt dat je dit niet kan maken, dat is ethisch onverantwoord. Ja, dan houdt alles op, joh. Dan helpt geen... En als je alles volgens de wet... U heeft gisteren Leo Brunswijk geïnterviewd. Ja. Leo Brunswijk zegt gewoon doodleuk... Ja, ik zit in RVC, maar Jeroen, ik kan niks doen. Ik denk even, ja, je kan wel dat zeggen. Maar wat zeg je? Dan neem je ontslag. Ja. Neem je ontslag. Je kunt wel volgens de regels willen. Maar u zei tegen hem, volgens de regels bent u verantwoordelijk. En dan zoekt hij bij u meteen een clementie voor begrip dat de context en dat soort dingen. Maar dan speelt hij niet volgens de regels. Toen u hem vroeg over een andere case bij Staatsolie. Toen kwam hij met heleboel spelregels bij u langs. Van ja, maar volgens de wet dit, dat. Zie, dat bedoel ik. Als het je uitkomt, dan haal je wetten en regels. Als het je uitkomt, dan zeg je ja, maar je moet het eens kijken, de context, en moeilijk. Santoki gaat ook zeggen, ja, je moet kijken, Brunswijk is zus, ik ben zo. Kijk nou de hele intimidatie, hè? Van Constitutioneel Hof en Serena Ja. Ik kan u vertellen, ik durf een weddenschap aan met u bij Kataram, is als Bouterse Constitutioneel Hof gaat bedreigen van, joh, ik wil zien wie mij gaat straffen om woorden van die tijd. Maakt niet uit wat voor, rond de decembermoorden. Maar, joh, het land zou te klein zijn. Nu zie je, Santoki doet alsof zijn neus bloedt, joh. Die man die kijkt de andere kant op. Hij had op dat punt regie moeten nemen, hè? Hij had meteen moeten zeggen, dit kan gewoon niet. Ja. Hij had ten tijde van Jason Pinas al moeten zeggen, dit kan niet. Ja. De beelden, luister, Santoki belooft veel. Eigenlijk is het ik vind het een beetje vervelend om te zeggen, het is niet netjes. Hij jokt, zoals ze zeggen. Hij had gezegd, die beelden gaan vrijgeven. Nou, dan vindt hij een excuus waarom de beelden niet vrijgeven, want officier van justitie op het ministerie. Dan zegt hij, dat gaan we doen, dat gebeurt niet. Dus hij belooft veel van die dingen, maar dat is toch een escape, een methode om... Natuurlijk. Ja. Ik gaf u net het voorbeeld met Leo Brunswijk. Ja. Dus elke keer als het er niet uitkomt, en dus dat voorbeeld van Brunswijk, wat ik net aangaf, van Leo Brunswijk moet ik zeggen, dat voorbeeld is ook van toepassing bij Santoki. Als het er uitkomt, is het een wet en regel, geen meer, nee, law and order. Hoor. Meneer, als u van law and order bent, treed op. Klaar. Eén spelregel, we gaan optreden. En kom mij niet elke keer vertellen dat, we moeten geen coalitie. Ja, dus dat betekent dat die stoel voor u heiliger is dan het land. En als mensen beginnen te zeggen, ja, maar als deze regering valt, dan komt de spook Bouterse terug. Want dat is het spookbeeld, toch? En dan komt Bouterse terug. Hierinno. En dat, natuurlijk is dat niet de bedoeling. En ik denk ook niet dat het zo gaat lopen. Als Santoki goed had gehandeld, zoals de spook en NDP Bouterse, spook tussen aanhalingstekens, ook niet teruggekomen, hoor. Mensen hadden niet gestemd. Maar weet u, dames en heren, ik heb u net aangegeven, waar is Suriname beter op geworden? Democratie staat onder druk, nog steeds nepotisme, geld kan er nog steeds erop losgeleend worden, want dat is losgelaten kennelijk, rekenkamer hoeft geen verslag te geven. Maar hier en nog, waar de vorige regering, iedereen had het over bij Bouterse van ja, een drugsveroordeelde.
deze regering heeft ook een Rus veroordeeld. Weliswaar niet aan Tokio, maar die andere. Maar ja, het is wel één regering. Weet je, dus het enige verschil is, deze regering heeft geen decembermoorden, maar die andere had decembermoorden. Dat is het enige verschil. Morgen verschillen nog dit, dames en heren. Dus terug naar de situatie is Santoki moet of optreden of een keer zijn mond houden. En zijn mond houden en gaan werken. Als hij niet wil optreden, moet je mond houden en gaan werken. Ook dat werken lukt hem niet. Want niks, tot nu toe, heeft hij niet veel bereikt eigenlijk. Hè? Hij wordt alsmaar belangrijker. Hij wordt nu voorzitter van CARICOM. Maar hierin, u kent hier het roelerenschap in Nederland van de EU, in Europa van de EU. Ja, joh, je bent 6 maanden lang voorzitter van de EU zelfs eigenlijk. En na 6 maanden draag je over en iedereen is jou al lang vergeten. En tegen tijd dat je premier af bent van het land, is iedereen jou helemaal vergeten. Ja, maar dus, goed, hij is de voorzitter. De vraag is waarom ik dat opmerk. U zei het, hij maakt niks klaar. Het land lag onder water. We zien dat de grond geroofd wordt. We hebben heel wat problemen in het land. Armoede neemt toe. Inflatie blijft maar de lucht inschieten. Kortom, hij heeft het hele systeem, datgene wat hij beloofd had aan het Surinaamse volk, heeft hij niet in controle. Dan moet je toch die stoel niet willen ambiëren, omdat je je eigen zaken eerst, je eigen boontjes moet doppen. Weet u, ik wil ook met mezelf eerlijk zijn. En dan ben ik eerst met mezelf, dan met de luisteraars en dan met iedereen. Is in mijn optiek zou beide kunnen. Dus ik gun hem die voorzitterschap. Hij zou er ook parallel kunnen doen. Maar dat is op het moment dat hij in de afgelopen 2 jaar leiderschap had getoond en krediet had opgebouwd. Dan had hij nu parallel en president kunnen zijn en voorzitter van CARICOM kunnen zijn. Maar ik zal u zeggen, als hij geen voorzitter is van de CARICOM, is het niet zo dat hij per se daardoor 6 maanden lang goed beleid gaat voeren in Suriname. Want ik persoonlijk, mijn inschatting is dat Santoki niet in staat is om überhaupt een deuk in een pak boter te slaan. Dus het maakt niet uit of hij nou 6 maanden geen CARICOM voorzitter is of hij nou 3 jaar lang nog door president blijft. Dat gaat niet, materieel gaat er niet veel veranderen. Natuurlijk gaan mensen zeggen, joh, er verandert veel. Ik ken iemand die vertelt, ja, hij heeft me een foto gestuurd, die persoon, joh. Dat hij een zo'n symbool in Nigeria had geopend, onthuld eigenlijk. In het kader van bevordering van toerisme. Dus dat je een bord I love Nikeri onthult en als dat hoogtepunt is in jouw carrière als president, een van de markante punten, dan zijn we diep gevallen. Kijk, weet je, dat bedoel ik. Hè? Dus er zijn futuboys die met dat soort flauwekul het volk zand in de ogen blijven strooien. Maar als het gaat om materieel iets realiseren, zie ik Santoki dat niet doen eigenlijk. En tenslotte wat mij betreft is, en dat is dit. Kijk, niemand heeft een glazen bol. Ik ook niet. Dus we maken allemaal een inschatting van kan hij de komende jaren nog iets betekenen? Dat is gebaseerd, dames en heren, op historisch materiaal. Hè? Enerzijds en anderzijds analyse van iemand zijn capaciteiten en capabilities. Je historisch materiaal is afgelopen 2 jaar en daarvan zie je dat er niet veel uitgekomen is, terwijl hij wel in staat was, maar hij heeft het niet gedaan. Dus waarom zou die vanaf morgen anders zijn eigenlijk? Er moet een wonder gebeuren. Ten tweede, hij heeft geen plan. Hij heeft wel praatjes dat hij plannen heeft, maar er zijn geen plannen. Wel veel papier, maar geen plannen. En ten derde, als je kijkt naar zijn capabilities en zijn integriteit, dat is zo questionable, hè, dat je denkt van, oké, dit gaat hem niet worden. Dus deze 3 dingen opgeteld, dan maak je een voorspelling, analyse van dit gaat hem niet worden. Voor de mensen, voor de luisteraars, ik maak het iets tastbaarder, zodat u een beetje begrijpt. Als u geld gaat lenen bij de bank om een bedrijf te beginnen, vraagt de bank u een businessplan, een plan. Ja.
En wat doet de bank met u? Die beoordeelt het plan en die zegt, oké, het ziet er goed uit. Maar wat doet de bank met het beoordelen? Die beoordeelt of dit wel levensvatbaar is en hier iets gaat uitrollen. Dus die maken een inschatting. En de tweede wat de bank doet, die gaat jou als persoon beoordelen. Is deze man wel betrouwbaar? Want dat plan kan hij wel maken. Maar stel dat hij in de praktijk eigenlijk onderweg het plan flest. Weet je, de boel flest, geld in zijn zak stopt. Dus die kijkt naar jouw integriteit en je competenties. Want het plan kan iedereen en je kan een consultant inhuren om een plan voor je te maken. En ten derde vraagt hij wat waarborgen. Dus daarmee probeert die bank een inschatting te maken van zijn eigen succes. Van ik geef jou iets, ik krijg terug. Santoki zei, geef mij uw stem en ik geef u een prachtig land. Maar waar was dat gebaseerd eigenlijk? Santoki had geen goed plan. Hij blijkt nu in de afgelopen 2 jaar eigenlijk ook niet erg betrouwbaar te zijn. Maakt niet uit wat voor reden, maar hij blijkt niet betrouwbaar te zijn. Want hij had geen enkel reden om niet onbetrouwbaar te zijn. Hij had ook geen enkel reden om de boel te flessen. Flessen in de zin van je A zeggen, maar B doen en de andere kant op kijken en niet acteren. Dus op basis daarvan, als ik nu een inschatting moet maken, dan moet je niet geloven dat het wat uit gaat komen. Ik heb het al vaker gezegd, joh, geloven in Sinterklaas is wel leuk als je 2 jaar oud bent. Maar niet als je uitgegroeid bent tot een jonge man of vrouw. En dan denk je van, als je dan nog in Sinterklaas gelooft, ja, dan ben je naïef. Dan is er iets mis in je bovenkamer. Dus dat is eigenlijk waarom ik zeg, als mensen nu nog denken dat Santoki de komende jaren Suriname tot een paradijs gaat brengen. Ja, dan denk ik dat... Dat u echt, degene die dat denkt, die moet echt een goede kop koffie nemen en zich laten nakijken, vrees ik. Ja, oké. Okay. Meneer Hiekman, u heeft heel veel gezegd en een hoop zaken aangestipt. Waarvoor dank. En ik hoop dat de luisteraars daarmee een beeld krijgen van hoe het ervoor staat in dat prachtige land. Hè. Met leiderschap vooral, want leiderschap, dat is natuurlijk belangrijk. En die leiderschap moet ergens naartoe kunnen leiden. Want daar staat het woord leider voor. Hè? En de luisteraars daarmee een beeld krijgen van... Ja, sorry, er gaat iets mis bij mij. Wat is gebeurd? Ik wilde iets laten horen. Ja. Als het 2 minuten mag. Ja, ga je gang, Ja. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Ja. Hier in Suriname ga ik op bezoek. Er zijn foto's van die mensen. Dit is de HPSG. Kijk, de minister van Financiën, Ahai Bersing, heeft aan het begin van de HPSG-deal een verklaring afgegeven. Ja. Mensen zijn het vergeten, maar ik wil de mensen dit laten horen, dat hoe onzorgvuldig de minister van Financiën, de regering, Albert Lamdien ook betrokken zijn geweest, onzorgvuldig zijn gegaan, maar op dat moment borstklopperij tot Tokio en achteraf is het in hun eigen gezicht geëxplodeerd. Dus als u nou hoort hoe zij aan het begin van APSG op hun borst kloppen, hoe geweldig zij dit hebben onderzocht, maar ondertussen bleek dat ze niks nada hadden onderzocht, dan wel, als we het onderzocht hadden, dan zegt dat iets over hun bovenkamer. Luistert u even, dames en heren. Het duurt maar 2 minuten. Kunt u ook constateren dat het niet om dezelfde man gaat? Bovendien, in Nederland kennen we, ik denk meer dan 100.000 Jan Janssens. In Denemarken heb je ook zoveel Jesper Nielsens. Dus die vergissing kan makkelijk gemaakt worden. Er hebben mensen zich geïnvesteerd, dus zich aangediend, waaronder deze groep, zoals Vegan. En deze groep heeft dus dit project aangeboden. Dit project is gegaan door een heel proces van beoordeling. Er is een commissie samengesteld, bestaande uit energiedeskundigen en niet één. Meerdere energiedeskundigen, u heeft het ook gezegd. De voorzitter van de Energieautoriteit, de directie van de EBS, de voorzitter van NIMOS, juristen, you name it. Alle deskundigen zijn verzameld om dit project te beoordelen. Dit project kan je kwalificeren als een entrepreneurial project. Het is een nieuwe technologie. Deze technologie is
ontwikkeld door deze mensen. Maar dan ga ik de heren vertellen hoe ik tot mijn besluitvorming ben. Oké, en dus hij vertelt hier een hele groep deskundigen in Suriname. We hebben een heleboel onderzoek gedaan. Maar dat soort onderzoek, je doet één journalist in Denemarken, één of twee journalisten in Denemarken, hebben meer blootgelegd dan die hele deskundige groep in Suriname. Oké. Of het kan zijn dat die deskundige groep in Suriname kleuters zijn en die niks hebben gebakken. Of het is dat. Of meneer Agijbersing heeft iedereen op de mouw gespeld van dat er echt uitgebreid onderzoek is gedaan. En er is nada gedaan. Van tweeën één. Ino kan doen onderzoek en dan heb je niet in de gaten dat het niet klopt. En later in die uitzending zegt Agijbersing ook. Ja, als de Denen niet gaan presteren, dan gaan ze penalties betalen. Heeft u ooit gehoord, meneer Kataram, dat de deal is niet doorgegaan? Maar Suriname heeft geen enkel penalty nergens kunnen neerleggen, omdat de Denen geen nagel hadden om hun puntjes te krabben. Dus dat had meneer Gijbersing ook moeten weten. Van, joh, ik kan wel penalty aan iemand vragen, maar van een kale kikker kan ik geen veren plukken. Ja. Dus ik kan wel op mijn borst kloppen van, joh, als ze niet presteren, ga ik heel veel veren plukken. Maar nou, een kale kip, dat valt niks te plukken. Moraal van het verhaal wat ik hiermee laat zien, dit verzin ik niet. Ik laat het jullie horen hoe we elke keer in het ootje worden genomen. Hoe elke keer zand in de ogen worden gestrooid. En wat is het punt? Iedereen is dit ding vergeten. De voetbalboys hebben hun werk gedaan. Ja, de deal is afgekeerd, klaar, over naar de volgende. En de ellende stapelt op, hè. Dus iedereen is de ellende van APSG vergeten. Want we hebben nieuwe ellende. Weet je, tabak, hoe gaan we vergeten? Weet je waarom? Want die stelsel komt eraan. Dan gaat iedereen daarover vallen. Als die stelsel voorbij is, gaat er iets anders zijn. I me boy. Dus wie houdt het volk voor de gek? Ik weet het niet. Het enige wat u doet, meneer Kataram, en dank voor uw inspanningen, is dat u tenminste de geesten wakker houdt. En niet zozeer uit kritiek naar Santokki, kritiek naar Boutersen, kritiek naar DA91, kritiek. Maar in het belang van Suriname, zodat mensen, Surinamers en het land niet in het ootje nemen. Dat is het belang. More belang not there, want u wordt geen dubbeltje rijker en ik ook niet. Dus wij spenderen ons tijd om de boel wakker te houden. En laten we dat ook vooral doen, want dat is onze maatschappelijke plicht. En hierbij wou ik van mijn bijdrage afsluiten. Dank u wel. Dank. Wens iedereen een mooie avond. Eens gelijk. Dank u wel. Heer...